Maar jij zegt perfectionist. Is het dan ook zo dat je hebt een zaal voor je... en als één iemand het niet zo leuk vond, kon je daar dan echt mee zitten? Of een reactie? Ja, nee, sterker nog, ik heb echt wel fases gehad... dat het op een gegeven moment alleen nog om dat ene gezicht ging. Dat er 20.000 mensen staan. Ja, echt. En dat je dan één iemand was met zijn vriendin meegekomen, weet je wel? En die zag ik. En als ik die eenmaal zag, dan keek ik alleen maar naar die guy. Ja, maar ja, nu vind ik het ook grappig, maar toen, het is natuurlijk eigenlijk sneu. Want er staan 19.999 mensen helemaal uit de plaat te gaan. En voor mij was die show pas geslaagd als die guy was gaan lachen. Ja, maar die persoon wordt ook zenuwachtig. Want hij denkt, kijk je nou de hele tijd naar mij? Hij kijkt steeds agressiever naar die man. Ja, Judy in the brain. Nou, dat is wel gelijk al. Dan kun je het gewoon even stoppen. Het lijkt me echt ongelooflijk. Zou die manier heel even weg kunnen gaan. Martijn, heb jij dat ook wel eens? Maar ik heb natuurlijk niet zoveel grote aantallen natuurlijk. Maar, van die team vind je wel belangrijk. Maar jij bent een improvisatiekanon. Ja, ook. Maar het is natuurlijk wel dat als je optreedt en je gaat in één keer focussen... en zit bijvoorbeeld, stel, er komt iemand en die zit gewoon zo. Het is vaak dat iemand met niemand mee is. Die kent je niet en die zit al zo. Ja, daar ga je wel op focussen. Maar dat is niet... Ik denk dat het toch anders is. Ik ga er toch mee kutten of zo. Ik kijk even of hier iemand in het publiek zit die zo... nee, kan ik wel. Die wil je niet zijn. Nee. Daar is de deur. Je bent wel aan de slag gegaan met je angst. Ja, zeker. Met een mental coach, hoe was dat? In het begin heel pittig, want daarvoor moet je jezelf gewoon echt even op de schop gooien. En dat gaat natuurlijk dan verder terug dan alleen die 10 jaar Nielson. Dat gaat dan helemaal naar je jeugd. En dan kom je natuurlijk in een wereld terecht waarin je gewoon heel veel over jezelf ontdekt. En uiteindelijk kwam het gewoon bij mij heel erg hierop neer. Je ontwikkelt tools in je jeugd om bepaalde fases van je leven door te komen. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die tools ook nog handig zijn als je volwassen bent. En eigenlijk de doelen hebt bereikt die je vroeger altijd voor ogen had. Dan is het heel gek om daar heel erg krampachtig aan vast te houden. Maar wat heeft jou echt gevormd daarin? Er zijn gewoon... Kijk, er is gewoon in mijn... Dan wordt het gelijk zo... Ik ga het niet te zwaar maken. Ja, maar help hem op. Er is in mijn jeugd iets gebeurd... waardoor ik mijn gevoel heb uitgeschakeld. En daar ben ik achtergekomen, onder andere door die therapie. Dus dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Dat heb ik natuurlijk niet bewust gedaan, hè. Hier ben ik dus later pas achtergekomen. Mijn lichaam heeft toen gewoon besloten van... Weet je wat er handig is voor jou? Als je gewoon niks voelt. Ja. Maar een side effect daarvan is dat je dus ook niks meer herinnert. Maar wat is dat moment? Dat was met vrienden? Ja, dat heb ik al eens een keer verteld. Maar ik zal het kort vertellen. Ik ben kerkelijk opgevoed. En dat was gewoon mijn sociale omgeving. Mijn vriendengroep. Wij zaten met z'n allen in de kerk. En we gingen elk jaar gingen wij op kamp. En jongerendag. Nee, dat is weer wat anders. En dan gingen we met elkaar op kamp. Het was gewoon leuk. Weet je, als je met je voetbalvereniging weggaat. Ja. Dat was gewoon hartstikke leuk. En mijn beste vrienden hebben op dat kamp besloten om een soort... ik noem het altijd maar een interventie op mijn persoonlijkheid te geven. Dus ik liep op een gegeven moment de loods binnen. En zij zaten daar in een kringetje op mij te wachten met één stoel vrij. Om me te vertellen dat ze me eigenlijk helemaal niet leuk vonden. En wat ze dan allemaal niet leuk aan me vonden. Enzovoort. Nou ja, dit is... Wat grappig was? Nee, bloedserieus. Ja. Raar joh. Dat is ook heel raar. Dat zijn geen vrienden meer, neem ik aan. Nee, inmiddels zeker niet meer. Het is ook echt lang geleden, hè. Het is mijn puberteit. Alleen, daar heb ik gewoon, daar is er iets bij mij, dat heeft iets in mijn kop gedaan. Logisch. Zo van, dit wil ik niet meer. Weet je, want dat heeft gewoon heel veel pijn gedaan natuurlijk. Dus dan heb ik blijkbaar mijn gevoel uitgeschakeld. Maar dan word je ineens Nielson. En dan maak je ineens fantastische dingen mee. En sta je voor volle zalen te spelen. En dan denk je, soms zelfs de week daarna, wat heb ik vorige week eigenlijk gedaan? Ja, zonde is dat. Heb je wel eens overwogen om te stoppen eigenlijk? Je dacht, nee, ik zie het echt niet meer zitten zo. Niet hierdoor. Ik heb wel eens overwogen om te stoppen. Maar dat is wat korter geleden. Waarom dan? Dat moet je even uitleggen. Ja, dat heeft meer met die COVID-tijd te maken. En met wat ik toen... dat wordt echt een heel gezellig gesprek dit. Ja, maar je gaat eigenlijk een heel vrolijk liedje zingen, toch? Ik begin te zweten. Pak het dan ook. Vertel dan alles. Ja, ik heb 2 jaar geleden mijn neef is overleden. Dat is een van de mensen die het dichtst bij mij stond. 28 jaar mocht hij helaas maar worden. En als er zoiets gebeurt in je leven, dan ga je alles herzien. Dan ga je gewoon kijken van, oké, wat is eigenlijk de moeite waard, weet je wel? Waar wil ik mijn tijd nou eigenlijk echt aan besteden? Ja. En in die context heb ik aan Nielson gedacht van, hey, is dit nog wat ik wil doen? Maak ik nog de muziek die ik wil maken? Je hebt ook een plaat gemaakt alleen voor jezelf, hè? Een album. Ja.
Echt alleen maar voor jezelf. Ja. Een EP inderdaad. Ja. Om, eigenlijk om het te verwerken. Tenminste, ja, om het te helpen. Maar dat is ook super begrijpelijk. Als je dit zo vertelt, dan is dat natuurlijk hartstikke logisch. Je bent bezig het was ook gewoon heel leuk hoor, 10 jaar. Nou ja, dat bedoel ik. Maar je bent bezig met theater toe. En je wordt een beetje... Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.